cadeautje voor Lyra. Niet normaal lekker. Echt love it. Super chill vind. Dit is eigenlijk best wel handig. Hi allemaal, leuk dat je weer kijkt en welkom op het YouTube kanaal van The Action. Ik ben Sarah Voort. Je kan mij wellicht kennen van mijn eigen YouTube kanaal, Sarah Voort, of van mijn Instagram. Ik ga vandaag een YouTube video maken voor het kanaal van The Action. En ik heb eigenlijk allemaal cadeautjes geshopt voor onder de 3 euro voor kerst. Kerstsfeer is al helemaal thuis bij mij, lekker in de vibe, zijn we. Kerstboom, heerlijk, love it. Ja, ik ben dus naar The Action gegaan en ben eigenlijk de hele winkel rond gaan lopen om cadeautjes te zoeken onder de 3 euro. Dit is natuurlijk leuk voor een dobbelspel of ja, om gewoon onder de kerstboom te leggen als je niet zo'n groot budget hebt natuurlijk. Het assortiment van de Action wisselt best wel vaak. Dus het kan zijn dat sommige items die ik heb er niet zijn. Maar er zijn heel veel vergelijkbare producten, dus dan weten jullie dat. Voordat ik verder ga met de video en alle cadeautjes laat zien die ik heb geshopt, wil ik jullie vragen om natuurlijk een blauw duimpje omhoog te geven en te abonneren op het kanaal van de Action. Dan blijf je altijd op de date als er een nieuwe video online staat. Oké, ik heb echt een mega tas. Ik heb ongeveer 25 cadeautjes en ik was rond de 60 euro, onder de 60 euro was ik kwijt, dus dat is niet normaal. Als eerste cadeautje heb ik deze kledinghangers. Deze heb ik eigenlijk voor mijn moeder gekocht, want ik heb super veel jassen en ik neem echt het hele kledingrek altijd in beslag. Ze zeurt altijd over dat ik te veel jassen heb en dat ze nooit mijn hangers over heeft, dus ik heb eigenlijk als grapje deze hangers voor dit gekocht. Dan heb ik als tweede cadeautje dit schetsboek. Ik dacht, het is eigenlijk altijd wel een leuk cadeautje voor een dobbelspel of voor onder de boom. Vooral als je een beetje creatief bent, kan je al je gedachten hierop uitschrijven of mooie tekeningen maken. Dus ik dacht, het is altijd een leuk cadeau en het papier ziet er ook echt goed uit. Dan heb ik daarbij eigenlijk ook pennen. En dit vind ik echt de meest chille pennen die er zijn. Oh, geile. Ze zijn echt super cheap. Ik denk dat deze zelfs onder de 1 euro waren, maar ze schrijven echt het lekkers. En ik dacht, dat is leuk in combinatie met dit om te geven als cadeautje. Dan heb ik eigenlijk dit cadeautje. Dit is een oplader. Deze had ik meer gedacht voor een dobbelspel. Een oplader zet ik altijd chill om te hebben. En deze is dus gewoon voor een iPhone. En hij is 2,5 meter, zie ik net. Dat is echt heel chill dat hij heel lekker lang is. Dan ook voor een dobbelspel heb ik deze bruisballen. Ik dacht, dat is altijd leuk. Vooral ja, natuurlijk voor meiden. Om lekker in bad te gebruiken. Altijd chill om even te relaxen. En ik vind dat altijd heel erg leuk om, ja, die bedbombs te gebruiken. Ik wil eraf, denk ik. Ach. Even dag zeggen. Hallo. Dan heb ik voor Lyla, wat jullie net zag. Super schattige ja, wat is het? Een dekentje, een jasje. Ik vond hem echt heel erg cute. Ik vond de kleurtjes ook leuk. En hij past echt perfect. Dus een cadeautje voor Lyra. Maar ze weet het cadeautje al. Maar het maakt niet. Dan eigenlijk ook voor een dobbelspel heb ik deze geurstokjes gekocht. Een geurstokje kan je denk ik letterlijk iedereen blij mee maken. Het ruikt gewoon lekker en het is gewoon chill voor in de wc of in de kamer. Dus ik had deze en dit is in de geur Dark Roses. Dan heb ik eigenlijk ook voor een dobbelspel allemaal lekker snoep en chips gekocht. Want ja, dat is altijd gewoon een lekker snoeppakketje met allemaal vreten. Ik bedoel, daar kan je denk ik iedereen blij mee maken. En ik vind dat ze bij de Action altijd van dat, ja, bijzondere soort eten hebben. Bijvoorbeeld Reese's kan je niet overal kopen. En er zijn wel chips wat je niet vaak ziet. Dus ik dacht, dat is wel leuk. Ja, als cadeautje ook gewoon een lekker snackpakket. Dan heb ik eigenlijk voor mijn vriend sokken gekocht. Ik ben man, heb je altijd van wat voor cadeau moet je geven. En ja, dat zijn altijd van die dingetjes wat gewoon altijd handig is. Dus het is gewoon een leuk cadeautje voor onder de boom. Altijd handig om te hebben. Deze waren dus ook echt super cheap. Het zijn er 3. En ze waren dus nog niet eens 3 euro. Dus heel erg chill. Ze zit dat boek. Lyla! Dan heb ik voor mijn moeder vaccinelichtjes gekocht. Ja, deze komt volgens mij altijd tekort. Ze heeft altijd superveel gezellige kaarsjes aan. Lekker sfeertje. Dus ik denk dat ik hier altijd wel blij mee kan maken. Dus deze heb ik voor onder de boom. Dan heb ik voor een vriendin deze kwast gekocht. We hadden eigenlijk een soort verlanglijstje gemaakt. En daar stond er make-up op en make-up kwasten. Dus ja, deze kwast was echt super goedkoop. Volgens mij was hij echt 80 cent of zo. En hij ziet er echt heel chill uit. Ook heb ik voor haar deze mascara gekocht daarom. Ja, een mascara is altijd chill om te hebben en gebruikt iedereen. Dus ja, deze heb ik ook voor haar erbij. Toen zag ik deze glazen. Ik heb deze zelf ook. En ik gebruik dus altijd voor koffie. Ik vind ze heel chill, want het is echt de perfecte grootte. Ik ga met 3 vriendinnen dus kerst vieren. En ik heb eigenlijk voor allemaal 1 glas. Omdat ik ze zo super chill vindt. Dan heb ik voor een dobbelspel deze mega Milka reep. Volgens mij vindt echt iedereen dit lekker. Lekker met Oreo. Love it. En ze zijn lekker groot. Dus ik dacht,
chill cadeautje voor met een dobbelspel bijvoorbeeld. Kan je echt iedereen blij mee maken. Dan heb ik ook voor een dobbelspel deze dobbelstenen. Deze zijn altijd handig om te hebben voor met drankspelletjes of met jatseeën. Lekker spelletjes doen. Vooral nu in de coronatijden, nu weer thuis moeten zitten. Dus heel erg chill om altijd extra paard te hebben. Dan heb ik voor onder de boom voor mijn moeder deze kaarsen. Deze ruik echt niet normaal lekker. Echt love it. Ze hebben ook twee van die lontjes. Ze zijn lekker groot, kun je lekker lang mee doen. En ik heb deze in de geur hamam en sandalwood. Ze zijn echt een beetje best wel neutrale geuren, maar heel erg lekker. Dus deze gaat bij mij thuis onder de boom. Dan heb ik eigenlijk stiekem één cadeautje voor mezelf gekocht voor onder de boom. En dat is deze gasbrander. Dat heb ik eigenlijk gekocht omdat ik heel veel sushi zelf maak. En als je bijvoorbeeld van die geflambeerde zalm of tonijn wil hebben, heb je zo'n gasbrander nodig. En dat had ik niet. En ik zag deze licht, toen dacht ik, oh my god, ik moet dit hebben. Dus ja, eigenlijk één cadeautje voor mezelf. Dat heb ik wel verdiend. Dan heb ik dit cadeautje. En dit is eigenlijk best wel handig. Je zou denken van, dat is toch cadeau. Maar het is dus een vergiet. En je kan hem dus uitklappen en inklappen. Dus het scheelt eigenlijk super veel ruimte. En deze heb ik voor mijn oma. Want zij doet altijd nog op de ouderwetse manier zo met die pannen en die deksel. Ik zeg, oh oma, gebruik nou een vergiet. Maar elke keer ja, koopt ze het gewoon niet. Dus eigenlijk heb ik deze voor haar gekocht als de grap. En hij is ook nog eens extra handig. Dus misschien ook wel leuk in bijvoorbeeld een dobbelspel met vrienden die op zichzelf, wonen. Dan heb ik voor ook in een dobbelspel deze hot chocolate. Ja... Vooral lekker in de winter, lekker warme chocolademelk drinken. Ik denk dat iedereen het wel wil. En daarbij heb ik ook deze. Ik zag dit liggen en ik vond het echt super grappig. Ik had het nog nooit gezien, maar dit zijn dus Oreo kruimels. En dit kan je nou, bijvoorbeeld door je warme chocolademelk doen. Dus ik dacht dat het wel een leuke combi om samen te geven. Dan heb ik deze ballonnen. Ja, ik denk dat ze echt super mooi zijn. Deze is goud en deze is een beetje rosé roze goud. En het zijn er 15 en ze waren ook lekker cheap, dus... Dat is ook echt een tip en een leuk cadeautje. Dan waren dit eigenlijk alle cadeautjes die ik had gekocht. Ik hoop dat jullie een beetje inspiratie hebben gegeven. En ja, ik zou vooral gewoon lekker de action ingaan. En er zijn genoeg dingen te vinden. Dus ja, ik denk dat het vooral echt heel leuk zijn voor dobbelspelletjes. Ze hebben echt wel leuke dingen voor ja, een hele goedkope prijs. Dus dat is heel erg chill. En ja, de tas is helemaal leeg. Nou, ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Vond je hem nou leuk? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. En vergeet dan zeker niet op het YouTube kanaal van de Action te abonneren. Vergeet ook zeker niet mij te checken op YouTube en Instagram. Dat is allebei Sarah Verwoerd. En dan wil ik jullie echt heel erg bedanken voor het kijken. En wellicht tot de volgende keer. Doei doei!